Ik laat jullie gelijk een empty house tour zien. Want dit is niet alleen de eerste dag dat we de sleutels hebben. Wij hebben net getekend bij de notaris. Het is ook gelijk de laatste dag dat het er zo uitziet als we het hebben gekocht. Morgen gaan we gelijk beginnen met de sloop. Dus dit is het enige moment dat ik jullie kan laten zien hoe het huis er nu uitziet. Het is een heel mooi huis. We zijn heel blij met hoe het eruit ziet. De muren zien er goed uit, spotjes. En op zich is de keuken zeker niet lelijk. Maar die gaan we wel vervangen samen met de badkamer en de wc's. Gewoon om alles naar eigen smaak in te delen. Maar dan is het natuurlijk wel extra leuk om jullie te laten zien hoe het er nu uitziet. Want dan kan ik uiteindelijk ook de after laten zien. Maar we zijn zo, zo blij. Het is vandaag 1 februari. Het is nieuw moon. Het is niet alsof ik deze shit verzin, maar altijd op een full moon dan gebeurt er iets waardoor ik dingen kan afsluiten. En op een nieuw moon gebeurt er iets waardoor ik weer een heel nieuw hoofdstuk instap. So welcome in our new home. Let me show you around. Ik sta nu dus in de leefruimte. We hebben hier een eetkamer en een woonkamer. Heel veel natuurlijk licht. Ik ga jullie de ramen niet laten zien in verband met privacy. Maar hele grote ramen waar we heel blij mee zijn. En ze leiden ook nog eens lekker naar een buitenterras. We zitten aan het water. Zo leuk. Kunnen we lekker naar de eendjes kijken. En het is gewoon wel echt een verschil met ons huidige huis. Want daar hebben we niet heel veel natuurlijk licht. Heel weinig zelfs. Het is echt aardig donker altijd. En je ziet het. Natuurlijk staan de sportjes nu aan. Maar we hebben gewoon lekker veel licht. Dus daar ben ik heel blij mee. Op de benedenverdieping hebben we een lekker laag plafond. En je kijkt nu naar de eetkamer. Dus het is de bedoeling. Hier een eettafel komt. Daar tegen de wand een grote kast, dus een soort vitrinekast. En dan loop je dus vanuit de eetkamer door naar de woonkamer. Met dus weer een heel groot raam. Kijk terecht op water. En onwijs veel ruimte. We willen goed gebruik maken van de ruimte, dus we willen daar een bank, daar een box, de baby. En dan aan dit muurtje de tv. Want wij hebben volgens mij nu een tv van 180 centimeter. Dus dit is perfect. Daar past hij gewoon op. En deze hele doorgang blijft vrij. Omdat we er dus voor kiezen om de bank tegen het raam aan te zetten. Ik weet niet of jullie hem kennen. Maar ik wil die super mooie curvy Gustav Westman mirror bestellen. En dan daar plaatsen. So be prepared for pretty mirror pics. En dan zitten we dus gewoon lekker aan het water. En overal hebben we dus lekker spotjes. En het plafond is mooi hoog. En dan heb je hier een trappetje naar de keuken. De trap gaan we ook zeker vervangen. De vloer laten we bijtsen en oliën. Zoals je ziet helemaal geen lelijke keuken. Maar wij willen toch liever een keuken zonder bovenkastjes. En we hebben ervoor gekozen om hem volledig mat wit te maken. En met hele strakke kastjes. Dan heb je hier opnieuw lekker veel licht dankzij de ramen. En wij zijn van plan om de keuken op deze manier door te trekken. Zodat je daar een barretje krijgt. Dan gaan we de hal door. En zoals je ziet zijn er gewoon allemaal wat dingen. We willen alle deuren opnieuw verven. Nieuwe hendels. Dan hebben we naast de voordeur een berging. En ook die is heel ruim. Ik krijg het niet heel erg goed op film, maar we willen hier allemaal stellingskasten plaatsen. Zodat we onze meuk kwijt kunnen. Which is a lot. En er komt een nieuwe vloer in. De muren worden gestuurd en geverfd. Dus deze gaat er ook helemaal netjes uitzien. Dan is dit voor de rest onze hal. Dus we hebben daar een jassenkast. Niet heel bijzonder, maar ja, een jassenkast. Toch wel heel chill om te hebben. Ik vind het alleen jammer dat de deur open is. Want ik wil juist de rotzooi van de jassen niet zien. Dus misschien dat we die nog eventjes vervangen met een van de andere deuren. Hier een deur naar de wc. Deze gaan we helemaal aanpakken. Alle tegels eruit, al het sanitair eruit. En gewoon lekker helemaal eigen maken. En dus de trap naar boven. De trap wordt ook gerenoveerd. Die krijgt een hele houten look. En zal gewoon overlopen met het hout van de vloer. Zodat alles een beetje één geheel lijkt. In plaats van allemaal losse delen. Dan gaan we naar boven. Boven kijk je meteen op slaapkamer nummer 1, die van de baby. De kamer heeft twee ramen. Hier is dan normaal plafond, dus niet zo hoog als beneden. Al het behang gaat eraf, we gaan het natuurlijk zelf verven. Ook op de bovenverdiepingen worden de vloeren geschuurd en geolied. En ik denk dat dit nu al mijn favoriete kamer is. Ik kan gewoon niet wachten om dit in te delen en
hier gewoon zoveel tijd in spenderen. Want ik weet dat dat gaat gebeuren. Het is allemaal best lastig om te laten zien op camera, maar het is gewoon echt een hele ruime babykamer. Opnieuw spotjes in het plafond. Ja, de baby gaat hier niks te kort komen. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Dan lopen we door naar mijn studio. Dat is de kamer ernaast. Volgens mij komt hier op de bovenverdieping het meeste licht naar binnen. Wat voor mij heel chill is, dan kan ik hier gewoon content maken en mijn werk doen. De bureaus wil ik helemaal in de lengte plaatsen. En dan de kasten tegen die wand. En de bank en de stoelen tegen deze wand. Het voelt opnieuw niet echt over op beeld, maar deze kamer is ook mega ruim. Opnieuw de spotjes, mooie muren. Zoals je ziet, plenty of room. Dan lopen we door naar de slaapkamer. Ook weer genoeg natuurlijk licht. Deze kamer is kleiner dan onze huidige slaapkamer. Maar dan moet ik bij zeggen dat onze huidige slaapkamer belachelijk groot is. Wij hebben eigenlijk helemaal niet zoveel spullen. Dus dit is alsnog eigenlijk veel te veel ruimte voor een slaapkamer. Maar hier komt ons bed. Daar past gewoon lekker een king-size bed en twee nachtkastjes. Dan is dit je uitzicht vanuit het bed. Dus hier willen we een lekker groot tv-meubel. En een tv. En een stoel. Die waarschijnlijk gebruikt gaat worden door Felix om onze kleding in te dumpen. En dan heb je hier dus nog een kamertje. En ik zeg kamertje, maar dat is echt heel, heel veel ruimte. Deze kasten gaan we lekker schuren en schilderen. En het tapijt gaat eruit. De vloer wordt doorgetrokken. Ik wil daar mijn altaartje plaatsen. Dus ik heb echt een hokje voor mijn altaar. En dan heb je hier om het hokje dus nog meer kastruimte. En om heel eerlijk te zeggen hebben we dit dus eigenlijk niet eens allemaal nodig. Maar goed, dat de space er is, is natuurlijk super chill. Dus dat is de slaapkamer. En misschien dat we de deur eruit halen, want die vind ik een beetje overbodig wel. Dan zit er een aparte wc in, opnieuw met hetzelfde design als die van beneden. Dus die gaan we gewoon hetzelfde renoveren. En aan de andere kant hebben we de badkamer. En de badkamer heeft zeker het meeste werk nodig. De badkamer is niet ruim, maar ook niet mega klein. Er staat een bad in, een douchemeubel en een douche. Maar wij kiezen ervoor om deze douche dus helemaal weg te halen. Hier komt waarschijnlijk een wandkast. Dan willen we het wastafelmeubel lekker groot maken. Dus een meter of 1,50. En we zeggen wel vaarwel tegen het bad. Maar zorgen dat er een dubbele douche in komt. Lekker ruim, lekker breed. Echt een soort cabine krijg je dan. Maar dan op een hele mooie manier met nisjes. Dus daar heb ik zoveel zin in. En dan naar zolder. Deze trap wordt dichtgemaakt. Dan hebben we hier een hele interessante rode kamer. Dit was geen bordeel. Maar een movie room. De oude bewoners hadden hier een beamer. En het was dus echt gewoon een beetje hun game slash filmkamer. Wij gaan alles eruit halen. Dus het plafond, het tapijt. En natuurlijk wordt alles gewoon helemaal wit gemaakt. Zij hadden hier een apart kamertje voor alle dvd's. Wij zijn van plan om deze muur eruit te slopen. Zodat we over dit hele lange stuk allemaal kasten kunnen plaatsen. Want die kastruimte is zeker allemaal nodig. Dus dan heb je over deze gehele lengte allemaal kastruimte. En dan komen er hier onder het raam bureaus en ladekasten voor nog meer spullen. En dan kan ik daar lekker zitten om mijn make-up te doen. Dan hebben we, als je die kamer uitloopt en het hoekje omgaat, ruimte voor wasmachines. Dus dit gaan we ook allemaal netjes afwerken. Niet heel interessant om te zien voor jullie. En dan heb je daarnaast een deur. En die ga ik jullie niet laten zien. Ook weer in verband met privacy. Maar wij hebben een enorm dakterras. Het is niet alleen dit stuk wat je ziet. Hij loopt helemaal het hoekje om en we kunnen hem zelfs nog meer uitbreiden. Dat gaan we ook zeker in de zomer doen. Niet nu meteen, want dat is niet per se nodig. Het is toch kut weer. Maar uiteindelijk wel. Gaan lekker alles schoonmaken, alles netjes indelen. En dan hebben we gewoon een mega dakterras. En dat is ons hele huis. Het is niet eens zo'n hele heftige zoektocht geweest. Ik denk dat we iets van 6 bezichtigingen hebben gehad. Wat echt wel heel weinig is om uiteindelijk dus je huis te vinden. We zijn er mega blij mee. Want vooral in deze tijd is het natuurlijk echt heel lastig om een huis te vinden naar wens. Dit huis heeft 4 slaapkamers, oftewel een babykamer, een studio, een kleedkamer en onze slaapkamer. Het heeft een hoog plafond en een living room, wat ik graag wilde. Geen grote tuin,
maar een terras aan het water, wat ik ook wilde. Wij zijn allebei geen tuinieren en een tuin komt nog wel, maar dit vinden we eigenlijk 10 keer zo leuk. We hebben een mooie aparte keuken. I couldn't be more happy. We beginnen dus morgen met het slopen, het renoveren en fingers crossed dat we er ongeveer rond 10 maart in zitten. Weet je natuurlijk nooit van tevoren, maar I have high hopes. Ik denk echt wel dat het goed gaat komen en dat ik hier nog eventjes kan settelen en in kan nestelen voordat de baby wordt geboren, want het liefst beval ik thuis. Dus het zou wel fijn zijn als het dan ook echt als thuis voelt. But I'm excited voor dit nieuwe hoofdstuk in ons leven. En ik denk dat jullie ook gewoon veel meer content van mij gaan zien. Ik film op dit moment niet heel veel in mijn huis, omdat het licht altijd heel donker is. En ja, ik moet eerlijk zeggen, we zijn ons huis gewoon al, hoe zeg je dat, uitgegroeid. We have outgrown the place. Ik weet even niet hoe je dat in Nederlands zegt. Dus dit was de nodige nieuwe stap. And we got it. En wij hoorden dus op mijn verjaardag dat we dit huis kregen. Dus het is allemaal gewoon één groot cadeau. We zijn mega dankbaar en blij. En we hebben er natuurlijk ook hard voor gewerkt. So, we deserve this. Dus voor nu zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. And I'll see you in the next one. I can't wait to take you on this journey.